Goedenavond allemaal. Fijn dat jullie allemaal hier willen zijn. Mm-hmm. Waar ik vanavond over heb, dat gaat over vrijheid. Als je dat woord hoort, vrijheid, nou, dat begint wel iets te tintelen, hè? Over je vrijheid. Dat is heel wat voor een ieder in deze wereld. Waarom willen mensen niet al het goede aannemen van God? Het wordt in je schoot geworpen. Je krijgt gratis heel veel cadeaus van de Heer. Bijvoorbeeld het eeuwige leven. En nog veel meer. Waarom willen mensen dat toch niet? Dat begrijp ik niet. Ja, weet je, ze zeggen wel eens, als wij ons leven geven aan Hem, dan mag je dit niet, en dan mag je dat niet, en dan mag je zus niet, en dan mag je zo niet, en nog heel veel meer. Ja, dan mag je heel veel niet, zeggen ze dan, en dan voel ik me helemaal niet vrij. Maar zij vergeten één ding, dat het gewone leven van alle dag ook zijn regels heeft. Want ook het leven in de wereld, daar moet je ook aan bepaalde regels houden. Dus het is eigenlijk precies hetzelfde. Alleen één ding is een verschil. Als je God gaat dienen, dan kom je juist in de ware vrijheid. De ware vrijheid van God is een andere vrijheid dan de wereld biedt. De vrijheid in de wereld brengt mensen vaak ook in problemen. En vaak loopt het vast in hun leven. Dus God nodig je uit om in de vrijheid van God te komen. Want in de vrijheid van God, daar is ruimte, frisse lucht, liefde, genezing, bevrijding, daar kan je vol op water drinken. Amen. Echte vrijheid kan God u alleen geven. Kijk maar naar het volk van God in de woestijn. Velen kwamen niet in het beloofde land, omdat zij niet gehoorzaam waren. Want doordat zij kwamen in het beloofde land, werd dat hun vrijheid. Want in het beloofde land, daar heb je ook melk en honing en heel veel goede dingen van God. En die Hij aan het volk wilde geven, zodat zij in het beloofde land in alle vrijheid konden leven en daarvan konden genieten. Want in de woestijn, daar had je de volledige vrijheid niet. Daar had je geen melk en honing en al het goede die God je wil geven. In de woestijn kan het bloedheet zijn, dat weten jullie wel, hè? En veel ongedierte. Als God niet voor zijn volk had gezorgd met levensonderhoud, dan waren ze misschien omgekomen. Dus het verschil is dit, dat als je zonder God leeft, je eigenlijk nog in de woestijn leeft. Heel veel mensen weten dat niet, maar ze leven nog in de woestijn. Want geestelijk ben je eigenlijk aan het zwerven. Maar onder Gods kinderen kan het ook zijn dat zij nog in de woestijn leven. Of ze zijn in het beloofde land, maar zitten met de andere been nog in de woestijn. Dus laten we ervoor zorgen dat wij helemaal in het beloofde land zijn. Want dit is je ware vrijheid. In Johannes 8, vers 36, er staat, wie door Jezus is vrijgemaakt, die is waarlijk vrij. Je hebt vrijheid op verschillende manieren. Je hebt geestelijke vrijheid en natuurlijke vrijheid en gevangenschap op verschillende wijzen. Je kunt ook gevangen zijn door heel veel zorgen en problemen, hè? Of ziekte of verslaving.
en je wil misschien daarvan af en vrij zijn. Geestelijk kun je ook gebonden zijn door occultisme of door dingen die in het verleden zijn gebeurd met je of met een verslaving. Kijk maar naar de tv, dan zie je wel eens dat volkeren in opstand komen tegen de regering, want ze worden dan onder druk. Soms moeten ze het bekopen met hun leven, dan wordt er geschoten en geslagen door de politie. En dat allemaal voor hun vrijheid. Maar één persoon moest ook zijn leven geven voor de vrijheid van de hele wereld. En dat weten jullie wel, en dat is Jezus. Psalm 34, vers 11, dat zegt: wie de Heere zoeken, hebben geen gebrek. Dus dat is met de vrijheid ook zo. Je hebt geen gebrek. Wat je problemen ook zijn die je nog gevangen neemt, kan God in een ommezwaai wegdoen en vervangen en veranderen. En zul je daarin geen gebrek lijden. En vaak proberen mensen op allerlei manieren van alle problemen eraf te komen. En waarin zij gevangen zijn. En dan gaan ze zelf een oplossing zoeken. En vaak komen zij nog verder en verder in de problemen. En ze raken dan teleurgesteld. Ja. En ze merken dan dat zij nog steeds gevangen blijven in de web van de spin. Dus in alles waar wij mee zitten, hebben wij de beste raadsman, de beste dokter, de beste bevrijder, halleluja, en dat is God alleen. Weet je waarom God alleen je vrij kan maken? Dat Hij de enige is die dat kan? Omdat Hij ons maker is en Hij weet precies hoe wij in elkaar zitten. Hij kan heel diep in ons hart kijken en zien in ons hart wat er allemaal zich afspeelt. Dat zie je misschien met je blote ogen niet altijd zo bij een andere, maar God ziet alles. En dan gaan we naar Galaten 5 vers 13. Want gij zijt geroepen om vrij te zijn. En daar schrijft Paulus ook in Galaten 5 vers 1. Opdat wij vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd stand en laat u niet weer een slavenjuk opleggen. Weet je, toen ik vroeger wel eens kwaaie jongensstreken heb gedaan bij mijn ouders, dan moest ik achter slot en grendel. Ja, en dan mocht ik niet buiten spelen. Nou, dat vond je als kind vreselijk, dan voel je je opgesloten. Nou, dan ben je heel blij als het voorbij is en dat je weer naar buiten mag. He, want dan voel je je weer vrij. Dus God wil dat je in alle vrijheid leeft en dat je volop geniet van het leven samen met de Heer. Amen. En God heeft de sleutels van hoe Hij je kan bevrijden. Als je in de gevangenis zit, dan moet je eens proberen uit te komen door jezelf. Nou, je komt er niet zomaar uit. Het gaat heel moeilijk. Want er zitten dikke deuren voor met hele zware sloten. Je hebt dus een elektrische zaag nodig om de dikke grendel en slot los te krijgen. Dan moet je zagen. En dan, als je eruit bent, dan kom je langs de bewaking. Kom je niet zomaar gewoon eruit, dan heb je de bewaking en zijn er allerlei obstakels van hindernissen en camera's die daar hangen, zodat je niet zomaar naar buiten kan. En Satan laat je niet zomaar los.
Hij laat zijn prooi niet zomaar los. Dat houdt hij vast. Daar heb je heel iets anders voor nodig om eruit te komen. Alleen door Jezus. Want Hij is de weg, de waarheid en het leven. Amen. Dus wij hebben de verantwoordelijkheid voor ons vrijheid, wat je daarmee doet. Wij moeten zorgen dat wij ons vrijheid in Christus behouden en niet zomaar weggooien. Want vrijheid is kostbaar en dat is een geschenk van God. Zoals Jezus ook een geschenk is voor ons, opdat wij door Jezus waarlijk vrij zijn. Er is ook een lied dat zegt: in uw tegenwoordigheid voel ik mij vrij, in uw tegenwoordigheid voel ik mij blij. In uw tegenwoordigheid, daar is licht. Enzovoort, enzovoort. Kijk, als ik een vogel in mijn hand heb, hè, en ik hou hem vast, nou, dan moet je zien, hij wil natuurlijk loskomen en wegvliegen. Ja, dan gaat die zich bewegen, ja, ik wil eruit. En laat je hem vliegen, dan moet je zien hoe hij de lucht invliegt naar de vrijheid toe. Zo is het ook met ons. En dan wil ik zeggen, zoals de Bijbel ook zegt, dus wees geen slaaf van allerlei obstakels in deze wereld. Wees geen slaaf van de zonde en ook niet van je moeilijke omstandigheden. Maar zoek de Heer. En zoek een oplossing bij God. Dan kom je er zeker uit voor 100%. Je hebt wel eens de dierenasiel gezien, al die dieren die daarin zitten. Nou, wat zijn die blij als er een baasje komt. En ze worden opgehaald, ja. Hè, uit, achter de tralies vandaan, uit die hokjes. Wat zullen ze blij zijn dat ze in de vrijheid komen. En zo is het ook met ons. Alleen Jezus kan je verlossen van je ziekte, wat je ook hebt in het dagelijks leven. Hoe zwaar het ook is, is voor hem niet zwaar. Maar God kan alles. Amen. En wat je ook mee hebt gemaakt in het verleden, God wil jou genezen, volkomen genezen. Want de weg en de waarheid, dat is alleen Jezus Christus. Want Hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Tot zover. En ik wens jullie nog een hele